Dothan, welkom hier bij Shownieuws. Dankjewel. Zeg, na je eerste album Dream Parade is dat eigenlijk heel snel gegaan voor jou. Je mocht het voorprogramma verzorgen van Jeanette O'Connor, Kevin DeGraw. Ja. En ze hebben me verteld dat het zelf iets te snel ging voor jou. Waarom te snel? Nou, ik kom uit een beetje een ander leven. Ik had hiervoor gewoon een fulltime baan. Ik studeerde nog en ik was altijd wel stiekem met muziek bezig, maar nooit echt dat ik had gedacht dat ik daar mijn werk van kon maken. En ineens ging dat heel snel en moest ik op grote podia staan en ik had best wel last van heel erg zenuwen. En dat merkte ik. En toen heb ik eigenlijk bewust daarna gewoon zoiets gehad van ik ga even helemaal terug naar de basis en lekker weer muziek maken. En daarom heeft het zo lang geduurd eigenlijk voordat deze tweede plaat er is. Ja, ja, want het is ongeveer 3 jaar tijd dat er tussen zit. Ja. En nu is je nieuw album Seven Layers uitgekomen. Ja. Waarom trouwens die titel, Seven Layers? Seven Layers, de titel komt uit het feit dat ik kijk heel vaak documentaires op tv. En er was een documentaire over het menselijk lichaam. En daarin werd verteld dat de huid uit 7 lagen bestaat. En er kwam een vrouw in beeld en die begon te vertellen dat eigenlijk als je elke huidlaag afpelt, dat je dichter bij de kern komt. En ik was heel veel persoonlijke liedjes aan het schrijven en toen dacht ik, ja, dat past wel heel goed bij wat ik aan het doen ben. En dat gebeurt dan soms, weet je, dan schrijf je binnen een uur een liedje en dat heette Seven Layers. En dat is een beetje zo, soort van de leidraad geworden voor het album, ja. Ja, zo is het bij jou ook gegaan, want ik heb gehoord dat je ook helemaal naar jezelf bent teruggekeerd. Ja. Jezelf hebt herontdekt. Hoe confronterend is dat eigenlijk? Ik sowieso qua spelen. Ik dacht, ik ben helemaal teruggegaan naar de basis. Dus ik ben huiskamerconcerten gaan doen bij mensen thuis dus. En ik had gewoon een oproep op Facebook gezet van wie wil mij in zijn of haar huiskamer hebben. En dan kwam ik gewoon met mijn gitaartje en dan speelde ik liedjes en ik testte nieuwe liedjes. En het was heel goed eigenlijk om over een soort podiumvrees heen te komen. Maar ook heel goed om liedjes te testen. En daardoor ben ik eigenlijk gewoon 2 jaar een soort van gaan troubadouren met mijn gitaar. En dus het is zeker confronterend, maar ik denk als je muziek maakt, dan moet je dat ook gewoon doen, moet je jezelf opengooien. Dus dat hoor je zeker op de plaat. Ja. En je zei ook al podiumvrees. Ja. Had je dat dan heel fel, die podiumvrees? Ik had altijd vanaf jongs af aan wel een soort faalangst, ook voor tentamens vroeger en zo. En dat is er altijd een beetje in blijven zitten. En dan is natuurlijk muzikant zijn niet het beste beroep wat je kan kiezen als je op een podium moet staan en allemaal mensen naar je kijken. Maar inmiddels ben ik daar best wel overheen en vind ik, kan ik er nu echt van genieten. Dus dat is wel heel tof. En heb je ook, want je zei het net, ook bij de dames. Ben jij niet het type man die zo op dames kan afstappen? Nee, bij tentamens, hè, bedoel ik. Ah, tentamens. Toetsen. Nee, ik ben ook wel redelijk verlegen. Ja? Ja. Ja. Dus en hoe, want wat is dan bijvoorbeeld een openingszin van jou die je wel zou kunnen gebruiken? Oh, daar ben ik heel slecht in. Nee, meestal wordt er dan op mij afgestapt, denk ik. Ik word altijd heel nerderig dan op zulke momenten, dus dat laat ik aan anderen dus over. Dus meestal moeten vrouwen naar jou komen? Ik denk het, ja. Vrouwen, je hebt het gehoord. nu, wat ik ook wel straf vond, want je hebt met verschillende producers gewerkt. Welke producer heeft voor jou het meest inbreng gehad in de plaat? Uiteindelijk heb ik deze plaat zelf geproduceerd. Mm-hmm. Dus ik heb met heel veel mensen gewerkt en heel veel inspiratie gehaald. En toen dacht ik van ja, ik denk dat ik misschien wel zelf zo duidelijk weet wat ik wil, dat ik het ook wel zelf zou kunnen. En ik had nog nooit een plaat geproduceerd. En het was een beetje een soort overenthousiast besluit. Want ik heb gewoon letterlijk thuis een soort studiootje gebouwd. Bestaand uit matrassen en microfoons en nou ja, dat. En zo ben ik gewoon gaan knutselen en werken. En uiteindelijk is het dus echt wel echt mijn kindje geworden. Dus ik heb het en geschreven en geproduceerd. Dus dat is eigenlijk wel nog wel persoonlijker dan misschien als je een plaat maakt met een producer. En, dus als iemand er ook nu iets van vindt, dan is dat ook altijd heel heftig of zo, weet je wel. Ja, ja, je hebt op de plaats van eerst heb je ook Home en Home 2. Ja. Mag ik dan zeggen dat je heel nostalgisch bent? Of? Ja, zeker. Ja, dat heb je goed uitgehaald. En het is ook niet heel letterlijk dat het gaat over echt thuis, maar het gaat meer over dat je in het leven natuurlijk ook wel heel erg vaak op zoek bent naar een soort van waar hoor je thuis en je plek. En dus niet heel letterlijk echt het huis, weet je wel, materialistisch gezien. En voor mij was het wel een soort thema dat ik ook met muziek. Ik kwam er eigenlijk wel echt wel achter dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakte waar ik was. Maar dat muziek een soort van mijn thuis is, weet je wel. En dat geeft een heel rustgevend gevoel. Dus ja, vandaar ook die twee homes. En welk nummer op de plaat is voor jou, ze zijn allemaal je persoonlijk, ja, maar het moeilijkste om te schrijven? Of wat was het moeilijkste, hoe diep ben je gegaan
Voor welk nummer? Nou, ik denk Seven Layers is wel heel persoonlijk. Ik had vroeger altijd een soort schild om me heen. En dan schreef ik een liedje waarvan ik dacht dat het persoonlijk was, maar ging ik nooit helemaal open. En in dat liedje heb ik eigenlijk geprobeerd om mijn hele leven samen te vatten in één song. En ik ben natuurlijk nog best jong, ik ben 27, maar toch is het best moeilijk om dat in één liedje samen te vatten. Dus als je daarnaar luistert, dan leer je mij wel heel goed kennen, denk ik. Ja. Wat ik ook heel grappig vond op je Twitter is te lezen, of staat te lezen, ik ben Dotan en ik ben geen band, ik ben gewoon één zanger. Ja. Hoe vaak krijg je misschien die vraag? Nou, wel vaak. Kijk, weet je, ik speel wel altijd gewoon met een vaste band, dus die gaan altijd mee. Dus ik zie het ook echt wel als dat we een band zijn, alleen ik ben ook gewoon een singer-songwriter, dus ik speel ook gewoon in mijn eentje. En ik kom zelf niet voor in mijn clips en in mijn artwork, dus mensen zijn soms wel een beetje aan het gissen wie dood dan is, weet je wel. Dus, maar ik vind dat op zich ook wel iets cools hebben, het blijft een beetje een mysterie rond. Ja, precies. Ja. De radio-dj, een heel bekende trouwens, Giel Beelen, ja, noemde jou toen je nieuwe plaat, je eerste plaat uitkwam, de belofte, de grote belofte van Nederland. Ja. Hoe heeft dat jou geholpen in jouw carrière? Het heeft heel erg geholpen. Nee, ja, kijk, tuurlijk, dan kom je op plekken waar je misschien normaal niet zou komen en mag je op tv en radio verschijnen. Het gaf ook wel druk, want mensen verwachten ineens heel veel van je. Dus ik was laatst ook bij hem in de uitzending en toen zei hij ook van sorry dat ik je zo veel druk heb gegeven, maar inmiddels kan ik er wel veel beter mee omgaan. En weet je, als je begint, heb je nog helemaal geen idee en dan komt er zoveel op je af. En als er iemand dan iets over jou zegt, dan voel je heel erg dat je iets waar moet maken. En inmiddels weet ik ook wel een beetje hoe het werkt. En is het heel erg tof als je support krijgt van iemand die zoveel verstand heeft van muziek ook. Ja. Ja. En was dat meteen ook het grootste compliment dat je ooit gekregen hebt? Of zijn er nu al nieuwe bijgekomen die nou, misschien minstens even belangrijk zijn? Kijk, weet je, als ik optreed en mensen komen naar me toe achteraf of op straat, En ze geven aan dat mijn plaat echt iets met ze heeft gedaan, of dat ze hun door een bepaalde periode heeft geslepen of zo. Dat zijn eigenlijk de grootste complimenten die je kan krijgen. Want als je een plaat maakt, dan hoop je dat mensen ernaar gaan luisteren. Maar dat het dan zoveel impact heeft, dat, daar heb je helemaal geen weet van. Dus dat is altijd heel tof. Dat is eigenlijk denk ik wel het grootste compliment dat je kan krijgen. Ja. En misschien daarom dat je ook zoveel uit die huiskamerconcerten putten, omdat je meteen die interactie ja hebt. Ja, je krijgt meteen feedback, heel eerlijk ook, want je voelt als iets niet werkt, dan voel je dat meteen. En normaal met een podium, dan heb je nog wel het licht om je achter te verschuilen en de band en de microfoon. En nu is het echt helemaal kaal en zo echt als het maar kan, weet je wel. Dus dat is wel heel eerlijk en soms ook heel pijnlijk was het hoor, want sommige liedjes werken helemaal niet. Dus dat was wel een goede leerschool. Ja, meteen een spiegel, ja. Ja. En belangrijker trouwens, want je hebt nu een aantal concerten in het vooruitzicht ook ja in Nederland. Wanneer kom je naar België? Wanneer kunnen wij je zien? Nou, we zijn zeker hard bezig ermee. En ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat het zo snel in België zou aanslaan. Dus dat is heel tof en heel fijn. En eigenlijk alle nieuwe data staan op mijn website. Dat is dotamusic.com en daar hebben we een kopje live. En daar kan je kijken waar we allemaal staan. En we gaan lekker op tour dit najaar, dus ja. Alright, dan gaan we die zeker in de gaten houden. En misschien nog als outro, welke band of Nederlandstalige band of Nederlandse band vind jij die wij zeker in de gaten moeten houden? Nou, er is er eentje die jullie al sowieso heel erg op jullie netvlies hebben, dat is Blauwtzen. En die vind ik erg tof. En we worden ook soms wel een beetje met elkaar vergeleken of staan vaak op dezelfde festivals. Dus die vind ik erg tof. En we hebben een ook iemand die volgens mij hier al wel een beetje wat heeft gedaan is Jet Rebel. Is een nieuwe jongen en die dat gaat een hele grote worden denk ik. Dus die moet je in de gaten houden. Alright, dan gaan we dat doen. Goed, dan heel erg bedankt. Dankjewel. Ja.